Ja, dat lijkt me een van de eerste oplossingen voor minder ziekteverzuim en minder stress. Sowieso. Kan jij vertellen wie je bent en wat jouw achtergrond is? Mijn naam is Marijke Koert. Ik ben individueel coach en gespecialiseerd in begeleiding bij eenzaamheid. Ik heb ervaren hoe het is om het hoofd op te ruimen bij Ingrid. Voordat ik dat deed. Nou, op zich voelde ik me wel oké, maar ik merkte wel dat ik nou, soms dingen vergat. Omdat het soms gewoon te veel is om dingen te onthouden. Of dat je loopt te malen of ligt te malen nog in je bed van oh, dat mag ik niet vergeten. En dat moet ik ook nog doen. En nou ja, en dat is soms lastig. En merk je gewoon dat je daar ook niet echt een structuur voor hebt. Voordat je je hoofd ging opruimen, had je twijfels ergens over van, ja, kan het wel, of ja, kan ik dat zelf wel doen, of werkt dat wel? Nou, ik was zeker sceptisch. Dan denk je, ja, hoe doe je dat dan? Leuk iets hoor, om je hoofd te leren opruimen. Maar dan denk ik, nou ja, dat probeer je natuurlijk altijd al een beetje. Hè, om zelf een structuur in dingen te krijgen. Maar als je dan zoveel aan je hoofd hebt, dan lukt dat vaak niet. En dan denk ik, ja, hoe kan je dat dan leren? Dat is in een soort nou, magisch iets, lijkt het bijna. En wat was er magisch aan? Wat was er magisch aan nadat ik het wel dat het wel gelukt was, bedoel je? Nou, dat je dan merkt dat je dus inderdaad veel meer zelf de regie over je hoofd hebt dan je denkt. Dat je dingen kunt omdenken zelf. En dat je dingen kunt indelen in gedachten. Dus net als dat je dingen voor je ziet, kan je ook dingen, ja, zeg maar, verplaatsen gewoon zelf in je hoofd. En nou, dat vind ik wel een beetje magisch. Nu je je hoofd hebt opgeruimd, wat ervaar je? Of wat heb je ervaren? Wat ervaar ik als ik nadat ik mijn hoofd heb opgeruimd? Dat is meer rust en ruimte. Dat je zelf, zeg maar, de macht, zo zou je het bijna kunnen noemen, hebt om dingen even te parkeren die je niet nodig hebt. En met één ding tegelijk bezig te zijn, of even met niks bezig te zijn. En dat je er weer bij kan. Nou ja, zeg maar, als je het nodig hebt. Nou, dat is toch echt wel magisch. Ik heb het zelf ervaren nu en ik wil het ook toepassen straks bij andere mensen. Dus, en als je iets zelf ervaren hebt, dan weet je ook wat er gebeurt en ja, wat het oplevert. Dus dat is heel erg fijn. En ja, ik gun iedereen die te veel aan zijn hoofd heeft of een druk hoofd heeft, wat meer rust in zijn hoofd. En dat je zelf meer de regie over je hoofd hebt. En dat je dat dan nou, ook snapt, wat je zelf kunt doen om iedere keer als je daar last van hebt, om weer even erbij stil te staan, hoe je dat zelf kunt veranderen. Er zijn heel veel mensen die tegen enorm veel problemen lopen, omdat er erg veel van ze gevraagd wordt, omdat er gewoon ook een heel groot personeelstekort is. Mensen die serieus genomen worden, gehoord, gezien en worden dat zij een probleem daarmee hebben om die sowieso iets aan te bieden waar ze meer rust door kunnen krijgen en hun werk beter kunnen uitvoeren, maar ook veel beter in hun vel kunnen komen te zitten. Ja, dat lijkt me een van de eerste oplossingen voor minder ziekteverzuim en minder stress. Sowieso.